liefde Marloes Oosting, hier in de studio van Bingo FM. Het is een programma apparatief op de zaterdag en op de zondag en hebben we al de studiogasten. Marloes, als jij een setje zingt, hè, Marloes Oosting, is dat echt wel jouw muziek, denk ik? Of zijn er ook liedjes van andere artiesten? Nou, ik zing voornamelijk inderdaad mijn eigen repertoire. Dat kan gelukkig sinds een aantal jaren, ja. Omdat ik gewoon nu genoeg singles heb. Hè, twee albums uitgebracht. Dan word je ook opgeboekt, denk ik. Ook. Ja, precies. Ja. Je wordt natuurlijk op je eigen nummers geboekt. Maar ik zing ook wel tijdens bepaalde feestjes, zoals een trouwerij of een communie. Daar doe ik toch ook wel een cover ertussendoor, zoals een Marianne Weber. Die doen het altijd goed. Gewoon ja, feest. De Italiaan, natuurlijk. Ja, klopt. Ja, die doe ik heel vaak, die Italiaan. Ja, dat is gewoon leuk. Zing je ook wel eens Engelstalig? Niet meer. Op het begin dan deed ik bij een optreden wel eens Engelstalig. Omdat ik dat ook heerlijk vind om te zingen, hoor. Vooral een beetje dit country sfeertje. Dat ligt mij ook wel. Mm-hmm. Maar ja, dat doe ik eigenlijk nu niet meer. Ik doe echt alleen mijn eigen liedjes of feestmuziek. Hey, Bloed, Zweet en Tranen heb je aan meegedaan? Ja, wanneer was het? 2014? Ja, ik zat even te googlen. Ja. Ook op YouTube. Klopt, staat ook op YouTube. Ook, ja. Hoe is dat een beetje gegaan toen? Ja, dat ging niet zo heel lekker. Want ik dacht eigenlijk, dat was ook gezegd, dat jij mocht kiezen uit zo'n 20 nummers, ja, welke jij graag wilde doen. Dus ik had een paar nummers van Richard Colt en weet ik veel, waar ik lekker mijn stem kan laten horen, weet je wel. Ja. Want het is een auditie eigenlijk, hè, Bloed, Zweet en Tranen. Dus ik wilde echt een nummer pakken die me goed ligt. Maar op het laatste moment gaven ze me ineens twee nummers en daar kon ik uit kiezen. Nou, en dat was echt totaal niet mijn ding. Dus ik snapte ook helemaal niet, omdat ze vooral tegen me zeiden, oh, je bent jong en lekker een beetje brutaal. Ja, niet dat ik brutaal ben, maar weet je wel, de uitstraling en hoe ik zing. Maar toen gaven ze mij een nummer van, ja, ik weet hoe ze heet, Connie van den Bos met een roosje, mijn roosje. Oké. Ja, nou, dat past toch helemaal niet bij mij. Dus ja, dat begreep ik niet. En dat ligt mij ook niet, dus ik kon het ook niet zo heel lekker zingen. Dus het ging ook niet zo heel fijn. Oké, nou, ander hoofdstuk. We gaan het niet meer over hebben dan. Hè? Maar van de andere kant is het wel leuk, weet je. Het is toch even, het was wel weer een hele leuke ervaring. En je bent weer op televisie. Precies. En het zijn gewoon leuke momenten. Want het is toch voor een zangeres, denk ik, moeilijker? Ja, je hebt heel veel mannelijke zangers, hè? Ja. Aan de ene kant zou je zeggen dat het moeilijk is voor een zangeres. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, er zijn zo eigenlijk weinig zangeressen in tegenstelling tot de mannen, dat het voor ons daarin, ja, je blinkt er wel in uit, weet je wel? Ik heb altijd een beetje het idee, en buiten de uitzending hadden we het er net even over, ik denk, nou, Marloes, wereldberoemd in het noorden, weet je, want dat komt er ook vandaan. Ja. Maar jij zegt, nou, ik heb toch ook heel veel in Brabant en Limburg. Ik heb juist meer in Brabant en Limburg, ook dus België, echt aan die kant van het land. Maar hoe gaat het hier in de Domstad? Ook wel, maar wat minder als in de Noorden en Brabant. Dus ja. Hoe zou dat komen? Ja, ik zou het echt niet weten. Ja, ik weet het niet. Weet jij het? Want jij zingt dus ook de Italiaan, dus dat is een feest gegaan. Ja, dat zing ik ook. Maar ja, oké, jammer. Ja, apart. Ja, misschien komt er nog een nieuwe single. Ja, nou ja, ik denk het wel, is een leuke single. We gaan het er gelijk even over hebben. Het is wel een redelijke zomersingle, toch? Het is echt een zomers nummer, dus ik hoop dat we ook de zon nu weer erbij halen, want het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar goed, ja, het is echt een lekker zomers nummer. We hebben het op het strand opgenomen, aan Egmond aan Zee. En we hadden echt fantastisch weer. Dat was de eerste dag van 2016 dat het zo lekker warm was. Dus we hadden daar heel erg geluk mee. En ik had IJssen, die speelde in mijn clip van Temptation Island. Hoe kom je bij die connectie? Nou ja, zij komt ook uit het noorden. Dus ze kwam heel vaak in mijn winkel en ik ken haar wel van de stad. Ik kwam haar vaak tegen en dan praten we eens. Dus zo kwam ik bij haar. Oké, nou, we gaan even naar die single luisteren zometeen na het NOS Radio. Dus gaan we nog heel even afsluiten. Even wat meer informatie helemaal over goed. Jou. En dan gaan we eerst even lekker luisteren naar die single. Top. Zometeen het NOS Radio Nieuws van 5 en zometeen ben ik nog een uurtje bij jou terug.